sociaal, ik ga babbelen mee. Allee, zeg, come on. Je bent van de wereld lui van u. Allee, het is toch allemaal nog geleden. Zie het dan nu af. Hier en nog van dat. Het stopt niet, hè. De wereld is omzet, mannetjes. Allee, come on. En dit en dat en dit. Haha, Mark. Ah, hier zijn we al, zeg, allee. Afwassig, miserie, miserie. En het ergste van alle vind ik dat terugkerend antisemitisme. Wat hebben de influencers Celine en Michiel, die samen het duo Semi vormen, nu te maken met het conflict in het Midden-Oosten? En antisemitisme, dat gaat blijkbaar al 100 jaar terug. Nog voordat die geboren waren, werden die al gehaat, toch, germen? YouTube bestond zelfs nog niet, hoe ken dat zelfs? Zolang er niet extra wordt geïnvesteerd door de overheid in extra beveiliging, zal ik die taak op mij nemen. Doorlopen, niks te zien hier. Meneer, wat bent u aan het doen? Uw leven aan het redden. Dankjewel, Michiel. Graag gedaan, Celine. Jesus. Alleszins, doe maar alsof ik er niet ben. Ik ben een fly on the wall. Doorlopen, terrorist! Is het normaal? Huh? Netanyahu? Gij hier? Ja, ik kom Celine en Michiel belagen met ik haat die. Huh? En de leider van Hamas, wat doe jij hier? Ja, ik dacht ik pleeg aanslag om mijn haat tegenover Semi te uiten, alle Akbar en zo. Ah, jij haat die ook? Ja, oh my god, hij ook. Ik wist niet dat hij zo'n chille gast was. Ja, ik wist dat ook niet van u. In dat geval begraaf ik de strijdbijl en erken ik Palestina als onafhankelijke staat. Oh, thanks bro. Oh my god, kom hier bro. Love you bro. Alles is vergeven. Ah, dat is zo mooi. Zo zie je maar. Kom je niet overeen? Probeer elkaar dan te vinden in de gezamenlijke haat tegenover een derde partij en groei zo dichter naar elkaar toe. Dingen die je gezamenlijk aan haten zijn bijvoorbeeld ketchupchipjes, Ruben van Gucht, Voldemort, die gast die vlak voor uw neus de sniper pakt in Call of Duty, prangelijk pocketdialen, slenteren, laatkomers, vroeg opstaan, vroeg gaan slapen, een schaar nodig hebben en er geen vinden, schorseneren, websep, zusken en whiskestrips die over folklore gaan zoals de bokraders of de dulle griet, golden oreos, Alzheimer, opruimen, biodiversiteit, Joyce Trog, mensen die online zijn maar toch niet antwoorden op WhatsApp, mensen die zagen dat je niet antwoordt op WhatsApp terwijl dat je online bent, ik heb ook andere dingen te doen, hè? Jesus, come on, what the fuck, zeg. Kanker, de overcommercialisering van Amerikaanse tradities zoals Halloween, een tandartsbezoek, te lange lijstjes. Opzommingen, gebrek aan inspiratie, commas, mensen die etcetera gebruiken, en etcetera. Sociaal incapabele media.